Louis Monsma, hoe vaak heb jij deze week gezegd, wij kunnen winnen bij Twente? Elke dag een paar keer, denk ik. Ja. Dacht je vooraf dat het erin zat? Tuurlijk. Bij elke wedstrijd valt wat te halen. En vanaf minuut 1 klappen we er bovenop. Ik zag veel zelfvertrouwen bij de boys, dus goede wedstrijd. Ja. Hoe heb je deze wedstrijd eigenlijk beleefd? Viel Twente misschien tegen of waren jullie heel erg goed? Ik denk dat we met z'n allen goed hebben verdedigd deze wedstrijd. We maken een goal uit de kluts. Prima goal natuurlijk, maar het belangrijke is dat we het achterin gewoon dicht houden. En dat is eigenlijk de hele wedstrijd zo geweest. Ik denk niet dat ze echt 100% kans hebben gehad. Dus daar ben ik heel blij mee, ja. Eigenlijk had je dat vooraf toch gewoon nooit verwacht dat je op die kans in dat slotminuut na gewoon vrij makkelijk overeind blijft tegen Twente? Het kostte wel veel kracht, moet ik eerlijk zeggen. Zeker iedereen is kapot. Iedereen heeft gewoon hard gewerkt. Met hard werken wordt beloond, ja. Want waar merk je dat dan aan? Zij zijn gewoon wel echt gewoon veel beter dan een Volendam waar je maandag tegen speelt. Of waar zijn die dingen waar je dat aan ziet? Nou, ik denk heel anders. Ik denk, Twente speelt heel professioneel. Volendam, qua druk zetten was ook anders. Dus moeilijk te vergelijken, maar een goede 1-0 win toch. Had je het ook volgehouden, denk je, als die niet die vijfde verdediger erbij gezet werd? Of maakte dat niet zoveel uit? Nee, maakt er denk ik niet zoveel uit. Ik denk dat het wel goed stond. Maar natuurlijk hielp het wel wat mee. Dat we met 5 achterin gaan staan. Ik denk dat gewoon... je wordt wel wat meer achteruit gedrukt natuurlijk. Maar nog steeds dan vond ik dat het erg goed stond. Wat gebeurde er eigenlijk met die goal van jullie? Want ik zag ook nog één bron voorbij komen dat het als eigen doelpunt vermeldde. Geen idee. Daniel stond volgens mij links achter mij. Maarten geeft hem strak voor. En volgens mij ging hij gewoon via Daniel zijn buik of via zijn borst, ging hij gewoon erin via de paal. Het moet toch heerlijk zijn dat je in zo'n stadion speelt en dat je 29.000 man hoort fluiten. Hoe voelt Louis Monsma zich dan op dat moment? Natuurlijk heel lekker als je 1-0 voor staat. Hè? En zeker als je zo sterk speelt, als iedereen zo goed in de wedstrijd zit. En je hoort de fans fluiten tegen Twente, dan ga je er alleen nog maar lekker in zitten. Dus gewoon lekker. Je was een tijdje geblesseerd rondom de winter. Nu krijg je weer een kans. Hoe gaat het persoonlijk met je? Persoonlijk gaat het nu goed. Ik heb wel nog best een tijd last gehad van die blessure. Dat was mijn lies en mijn onderbuik. Maar ik ben blij dat ik nu weer 3 wedstrijden achter elkaar kan spelen. En ook omdat Stankov geblesseerd raakte. Dus ik denk wel dat ik gewoon die kans heb gepakt. Wel een prima wedstrijd van mezelf vandaag. En het maakt je echt niets uit, hè? Of jij als die rechtsback staat of centrale verdediger, dat maakt jou volgens mij helemaal niets uit. Nee, maakt mij niet uit. Nee, natuurlijk niet. Ik vind het lekker om te spelen. En het is belangrijk om veel minuten te maken. Dus geen probleem.